Welkom bij Arnhem Report. Voor deze aflevering gaan wij op zoek naar duurzaamheid. Arnhemmers met duurzaamheid. En ook ga ik op bezoek bij Jan Schreurs van de Groene Vos. Want hij heeft een winkel in duurzaamheidsproducten. En hij is bovendien de grondlegger van de zogeheten duurzaamheidsprijs, de Dirk Zeldenrustprijs. Dus ik ben heel benieuwd wie daaraan meedoen en wat dat is en wat wij allemaal doen aan duurzaamheid. We zijn in de Groene Vos. Kun je uitleggen wat dit is? De Groene Vos is een winkelcentrum, zeg maar, om mensen die in de wijk, maar ook in heel Arnhem wonen, een duurzame leefstijl bij te brengen. Om daarmee te helpen, mensen te inspireren. Dat is wat de Groene Vos is. Dus dit is een educatiecentrum dan? Gedeeltelijk, maar het is ook een winkel waar je duurzame producten kunt kopen, waar je klusgereedschap kunt huren, waar je een elektrische bakfiets kunt huren bijvoorbeeld. We hebben allerlei projecten. Het is ook een uitvalsbasis, zeg maar, voor allerlei projecten die we in de wijk en in Arnhem op touw hebben gezet. Dus dat is het zo ongeveer. En jij bent de geestelijke vader achter dit geheel? Ja, ik ben daar mee begonnen in 2005 met enkele anderen. En ik ben voorzitter van de stichting. En doordat ik nu enkele jaren met pensioen ben, heb ik er ook tijd voor om dit een beetje te runnen, zeg maar. En de vrijwilligers te coördineren. Projecten te zorgen dat die goed verlopen enzovoort. En waar is bij jou de liefde voor de duurzaamheid geboren? Dat is al heel lang geleden. Dat was in de tijd dat ik nog in Groningen woonde. Toen ik student was, rechten. Daar is de liefde geboren. Het kwam eigenlijk doordat ik een boek in handen kreeg. Het handboek voor vervuild Nederland. En toen de ogen wagenwijd opengingen. En ik maar aan het lezen bleef en aan het lezen bleef. En ineens voor de geest had van, ja jongens, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Met Nederland en met de wereld. We moeten hier aan doen. En sindsdien is het eigenlijk mijn missie geworden in mijn leven. Door dat boek? Door dat boek en ook in een combinatie van, ik ben ook in een natuurlijke situatie opgegroeid en ik merkte dat dat in de stad heel anders was met het autoverkeer en zo, wat daar rond op de grote markt rondcirkelde in Groningen. Dat stond me helemaal niet aan, al die uitlaatgassen die midden in de stad waren. Dus daar hebben we ook actie voor gevoerd. En als je nu kijkt hoe de grote markt in Groningen eruit ziet, dan zie je dat het een voetgangersgebied is waar geen auto meer bijna meer mag komen. Dus het was niet alleen het boek, maar ook de omstandigheden waarin je leeft. Hoe je de natuur ervaart, hoe je de teleurgang van de natuur ervaart, soms in een grote stad, die combinatie. En dat smaakte naar meer, dat succes? Dat smaakte naar meer. Ik heb daar een milieuwerkgroep opgericht in Groningen, wat nu een kerngroep is geworden van Milieudefensie. En op een gegeven moment studeerde ik af en ging ik solliciteren, kwam ik hier in Arnhem terecht. En ik ben docent maatschappijleer geweest. En dan heb je het ook over hoe de maatschappij, de samenleving in elkaar zit en hoe je dat kunt verbeteren, zeg maar. Maar op een gegeven moment kwam er een vacature vrij bij Saxion in Deventer, bij de milieukundeopleiding. Daar heb ik 30 jaar gewerkt, dus ook met milieu en duurzaamheid en alles wat ermee te maken heeft bezighouden. Vooral de juridische en de beleidsmatige kanten daarvan. Heel erg leuk. En ondertussen ben ik toch bezig gebleven met in mijn vrije tijd om ook in te zetten voor milieu en duurzaamheid. Ik ben een van de grondleggers geweest van Wakker Dier. Wat nu nog steeds een succesvolle NGO is in Nederland. Ik heb mede aan de basis staan van GroenLinks, de politieke partij die nu redelijk groot is geworden in Nederland en in Arnhem. Aan het begin van deze eeuw dus in deze wijk ook begonnen.
Ja, nou, wat ik heel bijzonder vind is, jouw ogen waren dus al open toen je nog studeerde. En nu gaat de rest van de wereld ook een beetje ontdekken dat we er niet zo best aan toe zijn. Ja. En toch ben je je optimisme niet kwijt. Nee, ik ben wel altijd optimisme blijven houden. Hoewel het wel elke dag moeite kost hoor, om optimistisch te blijven. Want er komt nu zoveel op ons af. Wat ik natuurlijk eigenlijk ook al lang heb kunnen voorzien. Want die hele crisis in de landbouw bijvoorbeeld, dat heb ik ook al in de jaren 70 voorzien. Want ik heb scripties over geschreven over rechtspositie van dieren in de bio-industrie. De planologische aspecten van de bio-industrie. Wat men dan, wat eufemistisch, intensieve veehouderij noemt. Hè. Nou ja, je ziet nu, sla de krant maar open, kijk maar naar de tv. Het is een en al landbouw, landbouw, landbouw. Waarvan alles mee mis is met bestrijdingsmiddelen, kunstmest, stikstof, noem maar op. En het zal nog een hels karwei worden om dat tij te keren. Ja, wat kunnen we eraan doen? Iedereen moet er zijn steentje aan bijdragen, dat is mij wel duidelijk. Het gaat niet dat er een beperkt aantal mensen is die biologisch gaat eten of geen vlees meer gaat eten. Iedereen zal om moeten, ook de boeren. Het moet niet een gevecht worden tussen een aantal stedelingen en de boeren. Maar we moeten met de boeren mee. Wat de landbouw betreft moeten we, zoals de minister op dit moment ook zelfs zegt en daar mee naar buiten komt. We moeten een kringlooplandbouw hebben waar circulariteit, dat alles in een kringloop gaat verlopen. Daar moeten we op een gegeven moment naartoe. En dan heeft de biologische landbouw, of hoe je dat ook precies noemt, ecologische landbouw, heeft dan de wind in de zeilen. En dat moet niet tot 5% van de hele landbouw blijven. Maar dat moet de hele landbouw moet overgaan tot ecologisch, met respect voor de natuur gaan boeren en consumeren, produceren en consumeren. Maar je gaat dat niet zelf doen. Je hebt wel een ander initiatief. De Dirk Zelder Rustprijs. Wat is dat? Ja. Nou, Dirk Zelderust was iemand die met mij aan de wieg heeft gestaan van de Groene Vos in 2003, 2004, zeg maar. Want die vond dat er een duurzaamheidsdag in de wijk moest worden georganiseerd. En nadat hij 9 keer dat had geroepen in het wijkplatform, heb ik hem daarin ondersteund. En nog een paar anderen ook. En gezegd, wij zetten de schouders eronder. Wij organiseren die duurzaamheidsdag. En dat was eigenlijk de start van de duurzame initiatieven die wij in de wijk sindsdien hebben ontplooid, waar de Groene Vos dan ook door is ontstaan. En Dirk Zelderus is een man die 24 uur per dag met duurzaamheid bezig was, nog meer dan ik. Hij was er dag en nacht mee bezig. Hij sprak iedereen erop aan of het nou iemand was die een putjeschepper was of de burgemeester of een minister. Hij sprak iedereen aan. Hij had geen enkele autoriteitenvrees. Ik kon hem ook wel eens met moeite van het lijf houden, want soms kwam het mij ook niet uit. Maar het was wel iemand die gigantisch hard voor duurzaamheid had en waterstof als energiedrager in het bijzonder. Die man die hebben we tot 2 jaar geleden achter ons aangehad en met ons meegehad. En heeft heel veel goeds gedaan. Alleen maar als aanjager, zeg maar, als inspirator. En 2 jaar geleden, precies 2 jaar geleden, is hij aan longontsteking overleden op 62-jarige leeftijd. En een aantal mensen om hem heen, ook rond de Groene Vos, die hebben gemeend om een monument in het leven te roepen. Dirk zou niet blij geweest zijn met een statisch standbeeld. Absoluut niet. Hij wilde alleen maar verbetering van milieu, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid. Dus wat kun je dan beter doen dan een prijs in het leven roepen? En dat is dus de Dirk Zelderus Duurzaamheidsprijs geworden. Uh-huh. Die hebben we vorig jaar voor het eerst uitgereikt. Dat betekent dat initiatieven in Arnhem of projecten in Arnhem die bezig zijn met een duurzaam, op welke manier dan ook, of het nou energie en klimaat is, of circulaire economie, afval en dergelijke, of biodiversiteit, natuur, maakt niet uit. Die kunnen een aanmelding doen bij de Club van Dirk, want zo noemen wij ons. En die heeft een onafhankelijke jury aangesteld en die looft dan een prijs uit. En dat is een substantiële prijs, dat is €5.000. Uh-huh. En het is niet zomaar een prijs die in het potje gaat en we kijken wel wat we ermee doen. Het moet besteed worden aan de uitvoering of de ontwikkeling, verdere ontwikkeling van het project. Dus zodat ook duurzaamheid op dat vlak een stapje verder kan. En de verplichting is ook dat het jaar daarop, bij de volgende uitreiking, degene die de prijs heeft gewonnen, een kort verslag doet van wat met die prijs is gedaan. Zodat duurzaamheid dus een stapje vooruit is geholpen. Dus dit jaar bij de prijsuitreiking krijgen we een verslag te horen van de winnaar van vorig jaar. Ja,
Vorig jaar heeft het een kledingatelier gewonnen die zich bezighoudt met het upcyclen van kleding. Want de kledingindustrie is ook van alles mee mis, zoals zo langzamerhand wel bekend is. En die komt daar een kleine modeshow geven met een verhaal daarachter wat er dit jaar met de 5000 euro is gebeurd. Nou, daar willen we zeker bij zijn. Maar en wie dingen er mee naar die prijs dit jaar? Ja, dat zijn, we hebben op dit moment met nog 2 dagen te gaan, want 31 oktober is de sluitingstermijn. We hebben op dit moment 15 deelnemers. En dat zijn, we zijn heel blij met het aantal deelnemers en ook met de aard van de aanmeldingen. Want ze komen uit alle hoeken en gaten van Arnhem vandaan. Het Arnhem Noord, het Arnhem Zuid. Gebied van stadslandbouw, gebied van kleding wel weer. Gebied van, op het gebied van koffie, van waterstof, energie. En ja, dat zal heel mooi zijn om al die initiatiefnemers op 29 november... wanneer de prijsuitreiking is in het stadhuis, om die bij elkaar te zien. En om te horen, want de jury heeft van de Club van Dirk de opdracht gekregen om uit die 15 of meer prijswinnaars om daar 3 uit te halen. Dat zijn dan de 3 genomineerden. En die komen alle 3 voor het voetlicht. Dan zie ik toch dat ik heel veel medestanders hier in Arnhem heb die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan een stukje duurzaamheid. En zoals Dirk Zelderus dat ook had gewild. Dat geld voor die prijs, waar komt dat vandaan? Dat komt van geldschieters. En dat zijn particulieren, familie van Dirk, stichtingen, bedrijven. Wonder boven wonder, het gaat goed. We noemen dat het Fonds van Dirk. Dat is een aparte giro of een aparte bankrekening die wij in het leven hebben geroepen. Dat alleen maar daarvoor wordt gebruikt. Wat er over is, dat zetten we in voor volgend jaar. Maar dat gaat uitstekend. Ik kan zelfs zeggen dat de prijs voor volgend jaar alweer bijna... Nou, daar kunnen we nu al van zeggen dat die volgend jaar weer wordt uitgereikt. Hier wordt zo meteen de Dirk Zelderus Duurzaamheidsprijs uitgereikt voor het meest duurzame plan van jeugdigen. En nu vragen wij ons af, wat doen mensen op straat aan de duurzaamheid? Die vraag me iets wat ik ook niet weet. Nee, doet u bent er niet mee bezig? Nee. Nee, ik heb de leeftijd dat ik me nergens meer mee bezig hou. Ja, op dit moment vooral het scheiden van afval en het op de fiets naar mijn werk gaan. Even naar buiten, het is de middag. Kleine dingen. Maar volgens mij als iedereen er bewust mee bezig is en kleine dingen doet, dat scheelt dan een heleboel. Ja, dat is een lastige vraag, want ik rijd gewoon wel auto. Maar ik probeer er wel op te letten dat ik producten gebruik die duurzaam geteeld worden, zeg maar. Dus van de koude grond. En kijk, ik neem toevallig het papier weer mee om nog een keer even bloemen te kopen. Zodat het hergebruikt wordt. En wij scheiden afval. Eigenlijk doen we niet zoveel. We zorgen voor ons lichaam. We eten een goed product. Om zo lang mogelijk gezond te blijven. Voor de children ook. We geven speciale lezingen om gezond te blijven. We moeten eten, bewegen, lichaam reinigen en zorgen voor jezelf. En natuurlijk, we zorgen goed voor ons huis. Mijn man is bezig. Hij gaat naar speciale trainingen. Om beter voor huis te zorgen en duurzame technologie te gebruiken. Ja, dat doen wij. Precies, mens. Ja. Ik zal u eerlijk zeggen, ik stofzuig 3 keer in de week. Ik heb een laminaat op de grond liggen. En 4 dagen van de week veeg ik. Om energie te sparen? Ja. 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 En voor de rest heb ik achter in de tuin heb ik een humusbak gemaakt. En dat gooi ik straks allemaal weer in de tuin. Dat is super vruchtbaar. Beter als potgrond. Ja, zo komt het dan toch weer op de plek terecht waar het hoort. Daar doe ik niks aan, het kost alleen maar geld en het allemaal is er. Oké. En uw kinderen dan? En de aarde? Ik heb gelukkig geen kinderen en die ben ik blij dat ik die heb. Dus dat ga ik ook niet doen. Nee, nee. Waarom niet? Ik let er nooit zo erg op. U bent er niet mee bezig? Nee, helemaal niet.
En maakt u zich geen zorgen dan om de aarde, om de vervuiling? Nee, nee. Nou, ik weet dat er toch nog wel voldoende mensen zijn die zich daar wel mee bezighouden. Dus daarom hoeft u niet? Nee, ik denk, ik ben alleenstaand en ik let er nooit zo erg op. Van alles. Noem eens wat. Als ik vaar, dan zeil ik. Oh, dat is in ieder geval heel energie-neutraal. Ja, precies. Vanwege de duurzaamheid of omdat u zeilen leuk vindt, eerlijk gezegd. Dat leuk vindt, ja. Eén met de natuur, hè? Afhankelijk van weer en wind. Dat maakt het veel leuker dan een motorbootje. En nou ja, ik heb ook wel gekanoot, dat is ook duurzaam. Dat is een eigen initiatief, dat papier. Ja, dat is een eigen initiatief, ja. Ja. Dus u vindt het wel belangrijk? Ja, ik vind het heel belangrijk. Sowieso, nou ja, voor onszelf, maar ook voor de moeder aarde, vind ik. Ja, daar ben ik zuinig op. Ik denk dat het belangrijkste trouwens is dat er te veel mensen zijn, zo langzamerhand. Mm-hmm. Ik denk, toen Nederland nog 6 miljoen inwoners had, begin van de vorige eeuw, dat was eigenlijk ook al een goed bevolkt land. En het is nou zo idioot de hele wereld over. We doen overal ons best om elk kindje te sparen. En uiteraard als die er is, dan is het vervelend als er allemaal ellende van komt. Maar het grote probleem is toch dat we met erg veel mensen zijn die allemaal een welvaartsstandaard willen hebben. Wat energie kost en ruimte kost en ten koste van de natuur gaat. That's where my baby stays. That's where my baby stays. Oh, they wanna see my baby. Ken Dirk wel een beetje zeg maar uit de Arnhemse scene. Hij was natuurlijk degene die altijd aanklampte, gevraagd en ongevraagd, als er iets belangrijks te melden was op het gebied van duurzaamheid. Hij kwam ook vaak naar de programma's die ik organiseer, naar de Energy Cafés, Klimaatcafés. Was hij altijd wel vaak wel aanwezig met een belangrijke vraag. Oké, en wat heb je gedaan om deze middag voor te bereiden? Ik heb me een beetje verdiept in de indieners van de prijsvraag. Ik ga zo meteen het programma aan elkaar praten. Voorzitter van de jury, hè? Ja, dat klopt, ja. Mooi moment, hè? Ja, fantastisch. Ja. En wat heeft de jury overwogen? Er waren 19 inzendingen die allemaal een pluim verdienen. Maar er waren er toch 3 die er bovenuit staken. En dan hebben we vooral gekeken ook naar de geest van Dirk. Want het is de Dirk Zeldenrustprijs. En toen dachten we, hoe zou Dirk dit gevonden hebben? En daar is 1 winnaar uitgekomen. En wat zou Dirk dan bijvoorbeeld belangrijk hebben gevonden? Ik denk dat Dirk was bevlogen om actie te nemen tegen klimaatverandering. Dus alle inzendingen die daar echt goed aan bijdragen, is in de geest van Dirk. Hoe heet jouw initiatief? SNV-wagen de Blauwe Tomaat. En wat doet het Blauwe Tomaat? Wij rijden door Arnhem met groente en fruit dat we een tweede leven geven eigenlijk. Dus wat afgekeurd is of een B-keuze. En hoe geef je dat dan een tweede leven? Door het te verkopen. Dus normaal gesproken zou het weggegooid worden en wij verkopen het weer in de verschillende Arnhemse wijken. Vanuit de bus? Ja, vanuit de SNV-wagen. En doen jullie dat al? Is dat al bezig? Ja, we zijn sinds september vorig jaar begonnen en we rijden dus al ruim een jaar. We hebben ook een aflevering gehad bij jullie op de RTV, dus ja. Dus wij weten er alles al van? Eigenlijk wel. Hallo. Zijn jullie genomineerden? Nee. Oh, niet? Wij lopen alleen maar de hoogte. Jij ook niet? Nee, ik ga even lopen daar. Ja. We zijn alleen maar de hulpjes. Jullie zijn van de modeshow van de prijswinnaar van vorig jaar. Ja, precies, daar zijn wij van. Oké, veel plezier dan. Dankjewel. Wat is het Linnenproject? Met het Linnenproject willen we het verbouwen van Vlas weer terugbrengen in Nederland en ook economisch rendabel maken. Het verbouwen van Vlas, wat is daarvoor nodig?
We werken met biologische boerderijen op dit moment. En van vlas kun je heel veel verschillende producten maken, waaronder ook linnen stoffen. En linnen garens en olie om verf mee te maken, waar je gewoon huizen mee kunt verven en zo. Dus het is een heel veelzijdig gewas. Hoe kwamen jullie op dit idee? Ik studeer op Artes nu en ik kwam er van Duitsland en ik wist helemaal niks daarvan. Maar als ik start met studeren, ja, zegt Pascal tegen mij, hey, wij hebben dit project gestart, heb je misschien zin in dat te proberen of te kijken of je dat leuk vindt? En nu is het 1,5 jaar en ik ben nog steeds met bezig. Dus ja, dat is mijn verhaal. Goedemiddag, u bent ook voor de prijsuitreiking hier. Ja, ik zit in de club van Dirk, zeg maar, die het allemaal opgezet en voorbereid hebben. Dat vereist een hoop organisatie. Ik ben daar maar zijdelings bij betrokken geweest. Anderen zijn daar veel actiever in geweest, maar ik zit er wel bij. Meneer Van Eten, wat brengt u hier? De club van Dirk. U bent ook van de club van Dirk? Ik ben van de club van Dirk, ja. Dirk, hè? U hield van Dirk? Ja, we hielden allemaal wel een beetje erg veel van Dirk. En Dirk hield van iedereen, dus dat was ook wel heel mooi. Dat was heel wederzijds. In zijn gedachtegoed is het mooi. Hè? Hij had in ieder geval niks zelden rust. Dus hij zat ook achter iedereen aan als het over duurzaamheid ging. Toen overleed hij vrij plotseling en toen dachten wij van ja, maar dit, Dirk kan niet zomaar weg. En toen hadden we een stuk of 11 mensen. En die zeiden, we moeten er iets mee doen. Toen zei, weet je, we gaan kijken of we een duurzaamheidsprijs kunnen regelen voor Dirk, jaarlijks. En dan hebben we de afspraak gemaakt dat we 5 jaar in ieder geval dat zouden doen. En ook middelen verwerven en zo voor die 5 jaar. Nou, en nou is het al de tweede keer. Roffel. Nog een keer. En de winnaar 2019 van de Dirk Zelderust Duurzaamheidsprijs is Recap. Ja. Mag ik voor jullie van harte feliciteren? Hadden jullie het verwacht? Nee. Mijn stem was naar de tomaat gegaan. Ja. De mijne ook. Maar jullie zijn blij. En zeer verdiend. Ik ben echt zeer erkentelijk voor het feit dat wij deze prijs hebben gekregen. Dat is echt een grote eer. En wij proberen die eer ook na te komen in het gedachtegoed. En nu moeten jullie, heb ik van de hoofd van de jury gehoord, een stofzuigmachine maken. Ja, nou ja, het maken. We gaan in ieder geval op een ecologisch verantwoorde wijze gaan we iets met de stofcirculeren doen. Maar dat is niet het enige waar we dit geld zeer goed gaan besteden. En dat mogen we volgend jaar laten zien. Het initiatief heet Stichting Recap. En wat wij doen is, wij proberen zoveel mogelijk met her te gebruiken hout nieuwe dingen te maken. En dat doen we met mensen die we ook nog eens keer richting betaald werk proberen te begeleiden. Aha, en zijn jullie daar al mee bezig of is het nog een plan? Ja, nee, het is geen plan. Nee, wij zijn in september vorig jaar begonnen. Wij zitten in de Vlindertuin in Arnhem, op de Geitkamp. En daar hebben we een werkplaats en dat begint langzaam maar zeker te groeien. En wat maken jullie dan? We begonnen ooit initieel met tafelbladen, tafels en tafelbladen maken. Maar we zijn nu wat meer aan het rondzwerven met ook wat klein meubilair. Dan moet je echt denken aan oppottafels, kaasplanken, zwerfboekenkasten. Nou, wat je van hout kan maken, dat maken wij.